Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. We staan vandaag in een verlaten huis in genaamd Villa Maslenka. Hier staan eigenlijk drie verlaten villa's naast elkaar. Maar dat hiernaast, dat zijn ze aan het leeghalen. Aan de andere kant is bewoond, maar aan de nog eentje verder, die staat ook leeg, want er staan allemaal houten platen voor. We gaan een beetje stil moeten zijn hier. Want er is net een meneer of een mevrouw aangekomen, mijn hond. Ik weet niet wat hij ons gezien heeft. Maar op het eerste zicht hebben ze hier alles al mooi weggehaald. Ik zie nog wat meubels staan, maar dat is allemaal voor de storthoop. En nu staan we hier momenteel ergens in een, ja, in een soort van... Dit is een rusthuis eigenlijk. Echt? Ja. Waar, een rusthuis? Oké. Voilà, hier zitten we dan. Mijn glazen koepel. Dat is gelijk, hebben ze, want dat zijn precies allemaal bedsponden. Alles wat bedding is. Een soort van keuken geweest of zo. Dit was waarschijnlijk eerder een soort van inkom. Oh, hier is een trap. De blue room, de blauwe kamer. Huh? Maar het is hier donker. Allemaal van die ouderwetse kasten hier nog. Komen we hier in een badkamer. Ja, maar ja, zeg. Toilet, douche. Hier ook nog een rommelkot waar ze allemaal sofa's hebben gesmeten en matrassen en weet ik wat. Dat was de garage. Dat was de garage hier. Hè. Zelfs kasten die nog zijn ingepakt, joh. Allee, joh. Precies niet echt gebruikt, maar die zijn wel kapot. Die zien er wel kapot uit. Oké. Eens kijken waar we uitkomen, zeker. Als we een trap op gaan. Oeh, dat is hier wel helemaal ingezakt. Misschien toch maar een beetje oppassen. Oh, wat dat beweegt daar allemaal. Er ligt eigenlijk allemaal kak van een duif, denk ik. En daar liggen allemaal pluimen. En als je dan naar hier komt, dan blijven die pluimen volgen. En is er ook zo precies een, ik weet niet, een natte vlek. En dan gaat helemaal naar hier. En dan loopt helemaal hier tot hier in de kamer. Zie je, ze zijn dus een misloop op de stad. Hier stopt. Dat is goed. En hier ook allemaal veren. Dan kan ik sowieso nog een dode duif aantreffen, dat ken je niet anders. Niet goed aan onder mijn voeten. Het is allemaal aan het kraken. Oké, daar staan we.
Thank you.